Ja, en ja, corona. Vorig jaar om deze tijd zaten we te twijfelen, gooien we de tent dicht of niet? En uiteindelijk hoefden we dat niet te beslissen, want de overheid besloot dat te doen. Vorig jaar, het afgelopen jaar, hebben wij alle emoties wel meegemaakt die een mens kan hebben. Woede, verdriet. Koningsdag vorig jaar, ik heb de vlag opgehangen en toen heb ik al een kwartiertje staan janken. Normaal de leukste dag van het jaar, de drukste dag van het jaar en we mochten helemaal niks. En iedereen zat op het water of in het park. En wij hebben uiteindelijk wel besloten om die woede om te zetten in positieve energie. Maar dat heeft wel tijd gekost. Met twee dichte cafés die in een jaar tijd 7 of 8 maanden dicht zijn, kun je wel voorstellen wat dat financieel met zich meeneemt. We worden een deeltje gedekt door de overheid, zoals iedereen weet. Maar privé is er behoorlijk wat, zijn er behoorlijk wat centjes ingegaan. En eer dat we dat terugverdiend hebben, is een kwestie van jaren. We hebben afgelopen jaar geprobeerd om Dikke Dries online de gezelligheid te laten leveren die wij normaal leveren als mensen hier binnen zijn. Natuurlijk hebben we takeaway gedaan, we hebben ballabar gedaan. Maar uiteindelijk hebben we besloten om alles wat we doen met een knipoog te doen, dat mensen moeten lachen om Dikke Dries. En dat is de laatste paar maanden goed gelukt. Ja, langzaam gaan we richting de heropening. En daar maken we ons, op zich verheugen we ons daarop, maar we maken ons ook wel zorgen omdat wij afscheid hebben moeten nemen van heel veel mensen die hier werkten. En nu zijn we op zoek naar leuke nieuwe mensen die samen met ons uit de crisis willen komen. Afgelopen jaar hebben we met diverse collega's leuk samengewerkt en die samenwerking gaf energie. En wij hopen dat die samenwerking ook in de na-coronatijd blijft staan. Ik verwacht niet dat we over 2 maanden met 200 man staan te dansen tegen elkaar aan. Het zal beginnen met terrasje en rustig aan binnen. En wij hopen dan toch echt snel weer gewoon Dikke Dries te kunnen zijn, waar iedereen elkaar met een knuffel en een groet en een kus kan begroeten.